Welkom bij het webinar van Philips Pensioenfonds, waarin u een toelichting krijgt op de omzetting van uw kapitaal uit de prepensioneringsregeling naar pensioen in de flexregeling. Mijn naam is Janneke van Herwaarden. Ik ben werkzaam binnen het bestuursbureau van het fonds. En mijn collega Maaike Carnot is directeur pensioenen en geeft u tijdens dit webinar een inhoudelijke toelichting. Voorafgaand wil ik graag nog een paar opmerkingen met u delen. Het grootste gedeelte van het webinar proberen wij te besteden aan het beantwoorden van uw vragen. En u kunt uw vraag linksonder in het scherm via de chatfunctie intikken. Uw vraag verschijnt dan in het scherm. Andere deelnemers aan het webinar kunnen uw vraag ook zien. Wij beantwoorden uw vraag niet via de chatfunctie, maar Mike probeert zoveel mogelijk vragen live tijdens dit webinar te beantwoorden. De opname van het webinar wordt na afloop met u gedeeld. U kunt het webinar dan ook eens terugkijken. Aan het einde van het webinar deel ik in een link via de chatfunctie waarmee u het webinar kan beoordelen. Wij stellen het op prijs als u hier nog kort tijd voor vrij kunt maken. Ik geef nu graag het woord aan Mike Pernot. Goedemiddag. Ik hoop dat de camera gaat werken. Ja, hij werkt, als ik het goed zie. Ja, ook welkom namens mij. Zoals gezegd door Janneke, ik ben Mike Pernot, directeur pensioenen van het pensioenfonds Philips. En ik ga u leiden door een elftal slides. Janneke zei net al dat u gerust vragen kunt stellen. Toch even een huishoudelijke mededeling vooraf. Eigenlijk wil ik de vragen, in tegenstelling tot wat ik normaal prefereer, pas aan het einde gaan beantwoorden. Maar mocht u echt met een dringende vraag zitten, neem die dan in ieder geval contact met ons op via de chat en zet er dan even spoed voor. Dan weten wij in ieder geval dat de vraag op dat moment meteen moet worden beantwoord. Ik kijk overigens even naar Janneke, want ik zie hier op mijn scherm staan dat ik niet de actieve presenter ben, maar ik hoop dat iedereen me wel kan horen. En dat betekent meteen al dat ik het spannend vind, want ja, ik hoop dat de techniek ons niet in de steek gaat laten. Dat zullen we zien. Ik hoop ook dat het aan uw wensen gaat voldoen. Een interactieve sessie is wat mij betreft normaal gesproken toch handiger als het over moeilijk onderwerp als pensioen gaat. Maar nou, dat gaat nu in ieder geval niet lukken. Dus ik hoop dat dit naar wens gaat verlopen. Misschien nog even een opmerking vooraf. Ja, even zo. Excuses voor het ongemak. Nog een opmerking vooraf. U heeft een drietal brieven wellicht voor u liggen. En dat hoop ik eigenlijk ook. Het UPO van 2018. Het UPO Uniform Pensioenoverzicht 2019. En onze brief van begin juli. En zeker die brief die heeft geleid tot heel veel vragen. En u wilt eigenlijk niet weten hoeveel we van tevoren eraan gedaan hebben om tot een goede brief te komen. Zelfs CAO-partijen hebben de brief van tevoren gelezen, zelfs een deelnemer aan de regeling. Maar uit de gesprekken die ik al met sommige deelnemers heb gevoerd, blijkt al duidelijk dat het toch beter had gekund. En ja, deze sessie is dan in ieder geval om een verdere toelichting daarop te geven. Wat ik van tevoren ook in ieder geval nog wil melden, die reactie krijg ik ook van een aantal deelnemers, dat wij hier wellicht een besparingsoperatie beogen. Nee, dat is absoluut niet het geval. Het stoppen met deze regeling en het omzetten in pensioen, dat kost ons gewoon geld. Meer dan 5 miljoen euro. Dus dat is zeker niet de intentie van dit verhaal. Nou, dan wil ik nu eigenlijk naar de eerste slide gaan. Dan gaan we inhoudelijk beginnen. Nou, die valt nog mee qua moeilijkheid, denk ik. Even de inhoud van wat we gaan doen. Nou, ten eerste, wat gaan we doen met de prepensioneringsregeling? Waarom gaan we dat doen? Van belang is ook de tariefgarantie. Die tariefgarantie ga ik zo meteen nog inhoudelijk behandelen. Die is geen onderdeel van het pensioenreglement, maar heeft die textueel wel regelmatig op uw uniform pensioenoverzicht zien verschijnen. Vervolgens ga ik naar een aantal overzichten die u zelf ook van ons heeft ontvangen. Dit is van een deelnemer, een willekeurige deelnemer. De naam staat er uiteraard niet op.
En misschien luistert hij wel, maar daar ga ik niet van uit, want het gaat om 1500 deelnemers, dus die kans is vrij klein. Dat is in ieder geval niet waar te nemen welke deelnemer dit betreft. En op basis van zijn UPO's en brieven ga ik toelichten welke bedragen nou voor u echt relevant zijn en waar nou de verschillen zitten. Bijvoorbeeld tussen het UPO 2018 en UPO 2019. Vervolgens ga ik in op de wijze waarop we het pensioenkapitaal omzetten in pensioen en de garanties die we daarbij afgeven. En ik zeg dus nog iets over de brief van 4 juli die u ontvangen heeft. En ik hoop dus meer een deel van de tijd na afloop te kunnen besteden aan vragen van u. Nou, wat gaan we doen? Misschien even terug naar de historie. U heeft een pensioenkapitaal in een BP-pensioneringsregeling. En het doel daarvan was om het beleggingsrisico bij u neer te leggen vanaf het moment dat u dat kapitaal heeft gekregen, veelal in 1997 of in 2005, tot de pensioendatum. Dus het risico van dalingen van de beurskoersen, die was op dat moment en tot de pensioendatum voor uw rekening. En wat gebeurde er dan op de pensioendatum? En in enkel geval bij voortijdig overlijden op de overlijdensdatum, werd dan het opgebouwde pensioenkapitaal omgezet in pensioen binnen de flexpensioenregeling, waar u inmiddels ook pensioen opbouwt. Vanaf dat moment gaat u dus over naar collectief beleggen, hè, want u gaat beleggen binnen de pot van de flexpensioenregeling en u kunt dan indexaties krijgen, verhogingen. Maar het kan ook zijn dat we uw opgebouwde pensioen moeten verlagen. Nou, die kans is vrij klein overigens, want onze dekkingsgraad ligt nu nog steeds boven de 110%, in tegenstelling tot veel andere fondsen, maar die kans is in ieder geval niet nul. Dat is de oorspronkelijke en ook nog de huidige situatie. Wat wordt nou de situatie vanaf 1 oktober? U heeft dan geen pensioenkapitaal meer, maar we zetten dat pensioenkapitaal om in een pensioen. En dat is dan een ouderdomspensioen met ingangsleeftijd 68 jaar en een nabestaande pensioen van 70%. En die omzetting vindt plaats op 1 oktober. En die omzetting die is niet anders dan zoals die zou zijn geweest op de pensioendatum. Zoals we dat in de huidige regeling op dit moment doen. Dus dat gaat verder echt op precies dezelfde manier als nu. Nou, waarom gaan we dit dan doen? Nou, de pre-pensioneringsregeling die is in 1997 gestart. En in 2005 zijn daar behoorlijk wat mensen in terecht gekomen. Maar omdat de wetgeving op 1 januari 2006 is veranderd, was het niet meer mogelijk om daar premies in te blijven storten. Dus dat betekende dat er geen premies meer binnenkwamen. De groep werd gesloten en de groep neemt qua omvang dus alleen maar af als gevolg van pensionering en bijvoorbeeld ontslag, waarbij dan een waardeoverdracht plaatsvindt. Dus het is een steeds kleiner wordende groep, inmiddels overigens nog steeds 1500 deelnemers. Maar dat leidt wel tot onevenredig hoge kosten. En met name het in stand houden van de drie beleggingsfondsen waarin u belegt. Dat zijn best behoorlijke kosten. Die hebben we tot nu toe nog steeds voor onze rekening genomen. Dus die zijn niet in mindering gebracht op uw kapitaal. Maar die worden in relatieve zin wel steeds hoger. Daarnaast, door vervroegd om te zetten naar pensioen, wordt de uitvoering een stuk eenvoudiger en daardoor ook minder foutgevoelig. We hebben regelmatig te maken met fouten in de uitvoering. Dan zegt u misschien, ja, dat is toch niet zo moeilijk. Ja, dat blijkt toch moeilijk te zijn in een aantal gevallen en dat willen we eigenlijk zoveel mogelijk voorkomen. En wat we ook van belang vinden, het overzicht voor uzelf wordt er naar onze mening alleen maar duidelijker op. U heeft nu 2 UPO's, die krijgt u ook op 2 verschillende momenten. Het ene UPO gaat over de flexregeling, het andere UPO dat gaat over de prepensioneringsregeling. Straks staat alles op 1 overzicht en is ook in de pensioenplanner alles zichtbaar via alleen maar een flexpensioen, dus een ouderdomspensioen en een nabestaande pensioen. En misschien hier dan maar vast even ook een vraag die mij heeft bereikt voor iemand die niet kan deelnemen. Die deelnemer zei, ja, maar dan is het dus voor mij niet meer mogelijk om bijvoorbeeld op 62 jaar met prepensioen te gaan.
Dat is gewoon mogelijk. Onze regeling kent een aantal flexibiliseringsmogelijkheden. Dat zit in de flexregeling. U kunt op 60-jarige leeftijd met pensioen gaan. Dan gaat uw pensioen niet op 68 in, maar 8 jaar eerder. Dan wordt het daardoor natuurlijk wel lager, want we moeten het langer uitkeren. U kunt ook nog een AOW overbruggingspensioen uit uw ouderdomspensioen financieren. Dus u kunt straks gewoon nog met, als we het zo mogen noemen, prepensioen gaan. Die mogelijkheid die is er gewoon nog steeds. Ja, daar praat niemand tegen me, maar ik ga maar gewoon verder. En ik kan ook niet zien of het duidelijk is of niet. Wat houdt nou die tariefgarantie in? Ja, zoals ik al zei, die tariefgarantie is niet uitgewerkt in het pensioenreglement. Dat is ook geen afspraak geweest destijds tussen cao-partijen. Die is eigenlijk bedacht vanuit het pensioenfonds zelf. Even terug naar de historie. U heeft een startkapitaal, zoals wij dat noemen. En dat startkapitaal heeft u ofwel gekregen op 1 april 1997 of op 1 januari 2005. Dat was het moment waarop u naar de flexregeling overging. En de oorspronkelijke regeling kende een pensioenleeftijd van 60 jaar. En de flexregeling kende een pensioenleeftijd van 62,5 jaar. Dus op het moment dat u overging naar de flexregeling, had u een tijdelijk pensioen, ook tussen 60 en 62,5. En dat paste eigenlijk niet meer in die flexregeling. En toen is gezegd, oké, de waarde van dat tijdelijke pensioen tussen 60 en 62,5, dat brengen we in als startkapitaal in de prepensioneringsregeling. En dan moet je daar natuurlijk een waarde aan hangen, aan dat pensioen. En dat, die waardering die is met name afhankelijk van de zogenaamde rekenrente. Welke rente hanteer je om dat pensioen te waarderen? Voor de pensioenen die zijn overgegaan naar de prepensioneringsregeling op 1 april 1997 was het een rekenrente van 3,85% per jaar. In 2005 was die gedaald naar 3,41% per jaar. Nou, nadien zijn die rentes flink gedaald. Dat leest u iedere dag in de krant. En we zitten nu zelfs op negatieve rentes. Een negatieve rente betekent dat pensioeninkopen duurder wordt. Want je maakt minder rendement in de toekomst op dat geld. En dat zou dus ook betekenen dat u voor hetzelfde pensioenkapitaal minder pensioen krijgt. En daarom is er binnen het pensioenfonds in 2000 nagedacht van hoe kunnen we hiermee omgaan. En toen is gezegd, nou dan willen we dan toch een garantie geven. En die garantie die noemen we dan de tariefgarantie. En die houdt in dat bij de omzetting van het startkapitaal, ik heb het echt over het startkapitaal, ik zal dadelijk uitleggen wat het verschil is met het spaarkapitaal, maar dat voor het startkapitaal bij de omzetting op de pensioendatum dezelfde uitgangspunten worden gehanteerd als die zijn gebruikt bij de vertaling van dat tijdelijke pensioen in 1997 of in 2005 naar een startkapitaal. En belangrijk daarbij is dus weer die rente. Met andere woorden, als u een start-up kapitaal heeft gekregen in 1997, dan vindt de omzetting op de pensioendatum van dat kapitaal plaats tegen een rekenrente van 3,85%. En is het startkapitaal ontstaan in 2005, dan is die rekenrente 3,41%. Dat gaat dus om het startkapitaal, niet om het spaarkapitaal. Dat noemen we de tariefgarantie. Nou, zoals gezegd, wil ik toelichten aan de hand van een echt voorbeeld welke verschillen u wellicht zelf ook heeft waargenomen. In ieder geval vragen die ons bereikt hebben. Dan heb ik eerst twee documenten bij elkaar gezocht en dat gaat om het UPO van 2018 en het UPO van 2019. Nou, het uitgangspunt bij het UPO 2018 is geweest dat de tariefgarantie ook voor de pensioendatum van toepassing was. Dus met andere woorden, die gegarandeerde rente van 3,85% tot 3,41% werd ook toegepast bij de pensioenindicatie bij beëindiging van de deelname voor de pensioendatum totdat u met pensioen zou gaan. Een verwachting op 68-jarige leeftijd. En dat was een interpretatie die niet de bedoeling was. Want zoals ik eerder heb aangegeven, die tariefgarantie die het
pensioenfonds zelf heeft bedacht, die gold alleen op het moment van pensionering. Dus als ik kijk naar dit overzicht, dan ziet u daar staan dat betrokkenen in 2018 72.000 euro aan startkapitaal had en dat hij daar 6450 euro ouderdomspensioen voor terugkreeg. En op het UPO 2019, daar ziet u een bedrag staan van 72.682 euro, dus nagenoeg hetzelfde bedrag. Maar dan ziet u opeens een veel lager ouderdomspensioen staan, nog maar 4300 euro. En het verschil zit hem dus in het feit dat dit betreft overigens een 60-jarige deelnemer, dus die heeft nog 8 jaar te gaan tot zijn pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Dat hij dus 8 jaar lang werd er uitgegaan van een rendement van 3,85% op dat kapitaal van 72.000 euro. En in 2019 hebben we die onbedoelde interpretatie gecorrigeerd. En betekent dat dat er niet van 3,85% wordt uitgegaan, maar van de marktrente die op 1 januari 2019 van toepassing was. En voor een duur van 8 jaar, van 60 tot 68 jaar, geldt dan een 8-jaarsrente van 0,6% per jaar. Dus met andere woorden, 8 jaar lang wordt er rekening gehouden met 3,25% minder rendement. En dit herstel is overigens alleen relevant bij ontslag. Bij pensionering op de pensioendatum is dit dus helemaal niet relevant. Nou, dan zegt hij misschien vervolgens nog, maar ja, maar hoe kan dat dan? Want jij, ik dus, zegt dat het 8 jaar 3,25% scheelt. Nou, dan heb je het over 25%. En het verschil tussen die twee bedragen, dat is veel groter. Waar zit dan een tweede verschil? En dan ga ik naar de volgende slide, want dat geldt namelijk ook voor de bedragen die ik daarnet aan u liet zien. Ik kijk nu even naar het UPO, hoe de situatie is op de pensioendatum zelf. En sinds 1 januari 2019 maken wij geen onderscheid meer in de UPO's voor de flexpensioenregeling tussen mensen die een partner hebben of mensen die alleenstaand zijn. Het reglement kent namelijk inmiddels niet meer de mogelijkheid om bij voortijdige beëindiging van het deelnemerschap eventueel nabestaande pensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen. Die mogelijkheid is er gewoon nog op de pensioendatum, maar niet meer op de ontslagdatum. Om die reden hebben we ook ervoor gekozen om op de UPO van het flexpensioen, maar ook op dit UPO, voortaan ook voor mensen die geen partner hebben, geen uitruil toe te passen en dus zowel het ouderdomspensioen als het partnerpensioen te laten zien. Dus wat ziet u nu op deze overzichten? U ziet dat er in het overzicht het UPO van 2018, het linkeroverzicht, daar staat een ouderdomspensioen op pensioendatum van 6977 euro. Maar op de volgende pagina van het UPO, en dat geldt dus alleen voor mensen die alleenstaand zijn, stond daar in 2018 een nabestaande pensioen van 0. Dus het nabestaande pensioen was al vertaald in een ruim 20% hoger ouderdomspensioen. En in 2019 is dat dus niet meer het geval. En dan ziet u dus in dit voorbeeld, op pensioendatum is er een ouderdomspensioen wat een stuk lager is dan het jaar daarvoor, namelijk 5467 euro. Maar daar staat dan wel nog een nabestaande pensioen bij van 3827 euro. En alleenstaande, maar overigens ook mensen met een partner, als de partner daarmee instemt op de pensioen, die kunnen die 3800 euro dan weer omzetten in een extra ouderdomspensioen. En dan kom je uit op een vergelijkbaar pensioen als het jaar daarvoor. En in het overzicht wat we daarnet zagen, ik ga even terug naar de vorige slide, naar slide 6. Bij die 4306 euro pensioen, daar hoort ook een partnerpensioen bij ter grootte van 70%. Bij die 6450 euro hoort geen partnerpensioen bij. Dus dat is het tweede verschil naast het verschil in rekenrente. Maar zoals gezegd,
dat overzicht op deze slide, dat betreft de zogenaamde ontslagaanspraak, die zijn we wettelijk verplicht om te vermelden, maar die zijn niet relevant voor deelnemers die tot de pensioendatum in dienst blijven of vervroegd met pensioen gaan, want dan geldt van dat tijdelijke pensioen van 60 tot 62,5 in 1997 of in 2005. Het spaarkapitaal is gevormd uit eigen bijdrage die u heeft gedaan. En u kon zelf sparen en dat geld werd ook gestort op een spaarrekening en belegd. Dat noemen we het spaarkapitaal. Ga ik even terug naar het bovenste van de slide. Het startkapitaal, die eenmalige inbreng uit 1997 of 2005 dus. Dat kapitaal, dat verhogen we per 1 oktober tot aan de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Met de marktrente die hoort bij de resterende duur tot de pensioenrichtleeftijd. Zoals we daarnet zagen, geldt dat voor die persoon die we net behandelden. Die was 60 jaar. Dan moeten we kijken naar de rente voor 8 jaar. En die 8-jaarsrente die was op 1 januari 2019 was die 0,6%. Die is overigens op dit moment veel lager. Schrik niet, die is min 0,4%. Maar u heeft daarbij geluk. Die daling van die rente met 1%, die zullen we niet gaan toepassen. Dus ondanks dat we het kapitaal per 1 oktober gaan verhogen met een bepaald rendement tot de pensioendatum, gaan we niet naar de rente op 1 oktober, maar de rente op 31 december. En dat scheelt wel een behoorlijk stuk. 1% renteverschil over 8 jaar, dat kun je zelf uitrekenen. Dat scheelt meteen 8%. Nou, dan hebben we dus een kapitaal op de pensioendatum, zoals u dat ook op het UPO zag. Alleen op het UPO, daar zag u dus dat het verplicht met 4% per jaar werd verhoogd. In dit voorbeeld dus maar met 0,6% per jaar. En dat kapitaal op pensioendatum, dat wordt dan omgezet tegen die tarieven die horen bij die tariefgarantie in een ouderdomspensioen en 70% bijbehorend nabestaande pensioen. En die aanspraken die u dus krijgt uit deze omzetting, die worden toegevoegd op 1 oktober aan uw aanspraken uit hoofde van de flexpensioenregeling. En op dat moment gaan die aanspraken dus ook verhoogd worden door indexatie. U krijgt geen rendement meer, want u heeft immers geen pensioenkapitaal meer, maar u krijgt wel indexatie voor het eerst op 1 april 2020. En die indexatie, als u nog een actieve deelnemer bent, is dan gebaseerd op de algemene loonontwikkeling binnen Philips. Gaan we dan naar het spaarkapitaal, dus dat is het kapitaal gevormd uit eigen bijdrage. Daar gaat de oprenting op dezelfde manier als daarnet bij het startkapitaal. Dus voor die 60-jarige die nog 8 jaar te gaan heeft, 8 jaar 0,6% per jaar erbij. Alleen de omzetting, die vindt niet plaats op basis van de tariefgarantie, maar daarvoor gelden gewoon de reglementaire inkoopfactoren van ons pensioenfonds. Dus die zijn gebaseerd op de marktrente per 31 december 2018. Dus ook niet op basis van de lagere rente die we nu kennen. En daar geldt dan nog een opslag in verband met het feit dat we een dekkingsgraad hadden boven de 100%. Dus het omzetten van eenzelfde kapitaal aan spaarkapitaal, dat levert veel minder op dan de omzetting van eenzelfde kapitaal aan startkapitaal. Nou, welke aanvullende garanties hebben we getroffen waarover we het in de brief van 4 juli hadden? Zowel voor het startkapitaal als het spaarkapitaal worden de bedragen, de kapitalen, met 5% verhoogd voor de omzetting. Niet helemaal met 5%, we halen daar 0,3% af in verband met de verkoopkosten in het beleggingsfonds. Maar dat zou overigens ook het geval zijn geweest als het kapitaal op de pensioendatum zou zijn omgezet in een pensioen, dan hadden we ook die kosten in mindering gebracht. Dus per saldo gaat u er hier 5% op vooruit. Dus zowel voor het startkapitaal als het spaarkapitaal. Een vraag die mij ook heeft bereikt, van ja, waarom kan dat percentage niet 10 of 15% zijn? Nou, wij denken dat wij hier al een hele goede geste doen.
Maar we hebben dit vergelijkbaar gedaan een paar jaar geleden bij de omzetting van spaarkapitalen in pensioen voor de deelnemers aan de executive regeling. Daar is ook een percentage van 5% toegepast. En dat ging om een vergelijkbare omvang. Hier gaat het in totaal om een kapitaal van 90 miljoen. En destijds ging het om 130 miljoen. Dus dat is redelijk vergelijkbaar. Dus u krijgt er sowieso die 5% bij. En daarnaast hebben we nog een aanvullende garantie. Want wij gaan voor u het pensioen dus eerder inkopen binnen het pensioenfonds. Niet op pensioendatum, maar op 1 oktober. En daardoor gaat hij over de toekomst beleggingsrendement mislopen. Maar er staat natuurlijk tegenover dat u wel dan meteen vanaf nu en voor het eerst per 1 april aanstaande indexatie krijgt. En dat betekent, het zou dus zo kunnen zijn dat het rendement wat u gaat mislopen door die vervoegde omzetting een grotere waarde voor u zou hebben dan de extra indexatie vanaf nu, of eigenlijk vanaf 1 april 2020. Nou, wat doen we? We zeggen, daar mag eigenlijk niemand nadeel van hebben. Dat gaan we niet pas op de pensioendatum doen. Dat is niet uitvoerbaar. Dus we kijken voor elke deelnemer op basis van de beleggingen die hij nu heeft, of hij in de lifecycle zit of eigen beleggingen heeft, op basis van een bepaalde economische scenario set die door de Nederlandse Bank is voorgeschreven, kijken we in het zogenaamde mediaan scenario, dat leg ik daar uit, wat het pensioen zou zijn geworden als het gewoon een kapitaal was gebleven tot pensioendatum en dan was omgezet in pensioen, versus de omzetting die we nu doen, plus de verwachte indexaties op basis van diezelfde economische scenario set binnen het flexpensioen. En als dan het pensioenkapitaal meer zou hebben opgeleverd, dan krijgt u dus een hoger pensioen, zodat u geen nadeel heeft van die vervoegde omzetting. Nou, wat is nou een mediaan scenario? Die economische scenario set van DNB, die kent 2000 economische scenario's 60 jaar vooruit. En dan kiezen we de uitkomst in het midden. En dat heet het mediaan scenario. En zoals gezegd, dat doen we dus vooraf, niet op pensioendatum, maar nu. In de praktijk zijn er niet heel veel mensen die hier profijt van hebben. Want zeker de mensen die daar zitten, die zitten veelal, gelet op hun leeftijd, nog maar 10-15% in aandelen en de rest zit al in obligaties. Dus het beleggingsrendement wat je misloopt is relatief beperkt. Want het aandelenbelang wordt alleen maar verder afgebouwd naar de toekomst. Dit speelt met name voor mensen die een eigen beleggingskeuze hebben gemaakt en die bijvoorbeeld 100% of 75% in aandelen zitten. Die zullen hier nog een extra pensioen voor toegekend gaan krijgen. Dan hebben we nog een aanvullende garantie en die geldt alleen maar voor het startkapitaal. Mike, ik heb ondertussen een vraag binnengekregen die bij deze slide volgens mij past. Wordt de waarde van het kapitaal zoals het op 30 september is verhoogd met 5% of de waarde op een andere datum? Nee, dat is een goede vraag. Het kapitaal per 30 september, dat is het uitgangspunt. U heeft een brief gehad op 4 juli. Daar was uitgegaan van het kapitaal per 1 januari. Uiteindelijk uitgaan van het kapitaal per 30 september en daarop wordt dan die 5% verhoging toegepast. En daar worden ook al deze andere berekeningen, dus de aanvullende garanties, die worden ook daarop toegepast. Dus in veel gevallen, misschien wel alle gevallen, zal dat een veel hoger kapitaal zijn dan per 1 januari, met name door de rente die gedaald is. Tenzij er natuurlijk de komende 2 weken nog hele gekke dingen gaan gebeuren. Dus ik ga ervan uit dat daar deze vraag afdoende mee is beantwoord. En dan horen we dat anders nog. Ik zie nog een vraag verschijnen, maar die wil ik even verplaatsen naar later, als het mag. Want ik wil nog even stilstaan bij het startkapitaal. Daar geldt nog een tweede aanvullende garantie voor. Namelijk, zoals gezegd,
bij de inbreng in 1997 en 2005 was er een pensioen, een tijdelijk pensioen van 60 tot 62,5 jaar. Wat we garanderen, dan wel nu en niet op een later moment, is dat als u dat pensioen niet had ingebracht, maar dat was als een pensioen ingebracht in de nieuwe regeling en dat had vervolgens geïndexeerd geworden tot aan nu, op basis van de CAO loonontwikkeling bij Philips, dan moet u in ieder geval minimaal dat pensioen kunnen krijgen. Nou, dat is misschien vrij ingewikkeld, maar wat we dus doen, is we zeggen, we kijken naar het kapitaal wat er nu is, we vertalen dat pensioen in een tijdelijk pensioen van 60 tot 62,5 jaar, op basis van de omzettingsfactoren die we op dit moment hebben. Vervolgens kijken we wat is destijds aan tijdelijk pensioen ingebracht. Dat verhogen we met oftewel 45,99% als het een startkapitaal uit 1997 was, of met 17,25% als het een startkapitaal vanaf 2005 ging. Dat zijn de indexatiepercentages die nadien binnen ons pensioenfonds zijn toegepast. En als dat laatste dus meer oplevert dan het eerste, dan krijgt u in ieder geval een verhoging van het kapitaal, zodanig dat u in feite op dat pensioen van destijds geïndexeerd uitkomt. Die berekening die doen we dus nu op basis van de huidige omzettingsfactoren. Natuurlijk kunnen die omzettingsfactoren later anders worden, waardoor het anders had uitgepakt, maar ook daarvan die niet in de life cycle zitten, maar die een eigen beleggingskeuze hebben gemaakt en die dus heel veel in aandelen zitten. Ja, nou, volgens mij ben ik nu bij de laatste pagina en dan gaan we inderdaad naar de vragen. Ik denk dat er een aantal vragen gesteld zijn over of dat mensen nog een definitieve berekening krijgen van de omzetting. Of dat ze een vernieuwde UPO krijgen, een update van een UPO of een bevestigingsbrief. Ja, dat is een goede vraag. Het zijn heel veel vragen, maar ik denk dat ik het vrij simpel kan beantwoorden. U krijgt geen nieuw UPO, want de UPO is wettelijk voorgeschreven en de regeling is beëindigd per 1 oktober en die UPO's gelden alleen per 1 januari. Dus op 1 januari 20 zou u er nog een gehad hebben, maar er bestaat de regeling niet meer. Maar u krijgt naar verwachting begin november een brief in de bus, vergelijkbaar met het overzicht wat u op 4 juli heeft gehad. En dan zullen we precies aangeven wat de uitkomst is op basis van de definitieve berekening per 1 oktober. Dus we kijken dan naar het saldo op 1 oktober. Ja, dat kennen we nu nog niet, want we hebben nog 2 weken te gaan. Als we dat saldo binnen hebben, dan gaan we dezelfde berekening doen zoals we die gedaan hebben. En vervolgens communiceren we u, en dan waarschijnlijk niet het eerste overzicht, want dat leidt tot verwarring, maar dat tweede overzicht op de slide van daarnet, dan presenteren we u hoeveel extra pensioen u in de flexregeling gaat krijgen. En bewaar dat overzicht goed, want dat moet u vervolgens kunnen terugzien op het UPO van de flexregeling per 1 januari 2020. Want dan is dat extra pensioen daarbij opgeteld. Ik lees nu zelf maar even voor, want ik zie, wordt de sessie opgenomen? Ja, dat is zo. Die is opgenomen. Tenminste, we hopen dat dat technisch goed gaat. En het komt dan, volgens mij, kijk ik even naar Janneke, komt het in ieder geval nog te staan op de website. Ja. Maar volgens mij wordt ook de link doorgestuurd aan degene die aan deze sessie hebben meegedaan. Ja, aan degene die zich in ieder geval hebben aangemeld. Die krijgen de link toegestuurd. Er is ook een vraag gesteld of dat de presentatie nog gedeeld wordt. Ook deze delen we nog met de mensen die zich hebben aangemeld. Maar ook deze wordt op de website gedeeld. Ik ga even terug nog naar de inhoudelijke vragen. Zijn de verwachte pensioenbedragen voor en na 1 oktober gelijk, lager of hoger in de pensioenplanner? Ik probeer even de vraag te interpreteren. Dus als ik hem verkeerd interpreteer, dan zien we wel weer een vraag verschijnen. In de pensioenplanner komen straks de
verhoogde aanspraken te staan. Dus u ziet dan geen pensioenkapitaal meer. Dat maakt het dus eenvoudiger. En u ziet dan een hoger opgebouwd flexpensioen. Dat zal echter niet per 1 oktober het geval zijn, want we moeten immers die berekeningen gaan doen. Dus ja, dat is moeilijk in te schatten wanneer dat definitief verwerkt is. Maar ik hoop dat dat ergens medio november is. Net nadat u de brief heeft gekregen met de opgave van het definitieve bedrag aan extra ouderdoms- en nabestaandenpensioen dat u krijgt. En dat moet, ja, voor de meeste mensen gaat het echt om vele duizenden euro's. Dus dat moet echt wel opvallen wanneer het is toegevoegd. Op dat moment staat er overigens ook geen pensioenkapitaal meer. Misschien in eerste instantie een pensioenkapitaal van nul. Dus dat, ja, dat moet u zelf even zien. Wat overigens niet uit te sluiten valt, laat ik die ook meteen even noemen. En dat is dan een beetje een technisch verhaal. Maar formeel heeft u op 2 oktober al geen kapitaal meer. Maar we hebben de berekeningen nog niet uitgevoerd. Dus het kan wel eens zo zijn dat in de administratie bij PGGM, onze administrateur, voor u dan een kapitaal van nul staat. En als u dan de pensioenplanner opent, ziet u een pensioenkapitaal van nul staan. Maar u ziet nog niet dat extra pensioen in de flexregeling. Ja, daarvoor moet u dan even geduld hebben tot medio november, want dan is het dus wel toegevoegd. Dus ja, wees niet ongerust, wij zijn niet van het afpakken. U krijgt gewoon die extra aanspraken, maar het zou kunnen zijn dat er tijdelijk ja, u wat aanspraken mist. En dat proberen we uiteraard zo snel mogelijk te herstellen, hopelijk rond medio november. Ja, volgens mij zijn er een aantal vragen gesteld door mensen die graag heel gespecificeerd willen zien hoe hun pensioen straks is opgebouwd. Dat het bestaat uit die garanties hoe de kapitaalomzetting heeft plaatsgevonden. Volgens mij is daar het antwoord op geweest dat ze die dus krijgen in de volgende brief. Nou, die conclusie trekt nog niet helemaal. De insteek was dat er eenzelfde brief zou komen, eenzelfde overzicht zoals nu. Daar is geen specificatie gemaakt tussen wat krijg je op basis van, ja, wel zonder tariefgarantie, maar die willen we niet meer laten zien. Met tariefgarantie, maar dat is niet gespecificeerd wat er komt uit de aanvullende garanties. Dat is allemaal in één bedrag getoond. Ja, ik neem dit mee terug hoe we met dit verzoek om zullen gaan. Maar laat ik in ieder geval voorop stellen. De 5% geldt voor alles, hè, dus dat zit er sowieso in. De aanvullende garanties die gelden voor selecte groepen. Namelijk de garantie van het tijdelijke pensioen, die geldt nagenoeg of waarschijnlijk alleen maar voor de mensen uit 1997, dus die in 1997 kapitaal hebben ingebracht. En de tweede aanvullende garantie, namelijk dat je geen nadeel hebt van het vervroegd omzetten van het kapitaal in pensioen, geldt ook voor een select groepje. Ik denk hooguit een man of 15. Namelijk dat geldt voor mensen die niet in de life cycle zitten en die een eigen beleggingskeuze hebben gemaakt in het verleden en die dan fors in aandelen zitten. Ik heb hier ook nog een vraag van iemand die zich afvraagt of dat eventuele inhaalindexaties in de toekomst ook op deze aanspraken toegepast worden. Het antwoord daarop is nee. Want er is geen gemiste indexatie geweest. Behalve natuurlijk voor dat tijdelijke ouderdomspensioen. Dus als er een garantie, sprake is van een garantie van een tijdelijke ouderdomspensioen, dan geldt daar wel een inhaalindexatie voor die we bijhouden. Maar niet voor het grote deel van de mensen die eigenlijk alleen maar voor de garantie van de 5%. 5% verhoging in aanmerking komen. Daar is geen sprake van inhaal of indexatieachterstand en kan er dus ook fiscaal niet ingehaald gaan worden. Oké, ik heb hier nog iemand die geeft aan dat het best wel moeilijke materie is. Nou, dat is het ook. En die vraagt zich af of dat er een onafhankelijke instantie is die de omzetting controleert. Iets van een notaris of een accountant. Nou, in ieder geval niet een notaris. De accountant gaat hier ook naar kijken. Maar wat we al gedaan hebben, en dat, dus dat, ik hoop dat u dat geruststelt,
Dat hebben we al gedaan met de berekeningen die u nu heeft ontvangen. Maar dat gaat sowieso ook nog gebeuren bij de definitieve berekeningen. We hebben ook een certificerend actuaris. Ik ben zelf ook actuaris. Dat zijn zeg maar de rekenmeesters. Die juist alles van pensioen weten. Die laten we die berekeningen controleren. En die geeft daar uiteindelijk ook een verklaring af omtrent de juistheid. Dus we hebben destijds ook al die berekening aan hem voorgelegd. Daar zijn toen wat vragen over gekomen. Die hebben we kunnen beantwoorden. Dus ik ga ervan uit dat we nu niet opnieuw vragen krijgen, omdat de berekening niet anders wordt. Maar ja, er is een instantie, niet letterlijk een instantie, maar onze certificerende actuaris die dit gaat controleren. Ondertussen zie ik ook een paar vragen binnenkomen die meer individueel van aard zijn. Dus mochten er vragen zijn die u gesteld heeft die niet beantwoord zijn, stel ik voor dat u ze nog eventjes aan ons stelt via het e-mailadres algemeenbestuur.ppf@philips.com. Dan kunnen wij deze persoonlijke vragen nog voor u beantwoorden. Ik zei net al, de materie is moeilijk. Ik krijg ook de vraag of dat D-mix hetzelfde is als lifecycle. Nou, dat geeft aan dat het allemaal moeilijke termen zijn. Kan je daar iets over zeggen, Mike? Ja, deelnemers, we noemen het steeds de D-mix-regeling. Maar dat is dan ook de regeling voor de mensen die een eigen beleggingsmix hebben gekozen. Maar formeel is degene die in D-mix zit inderdaad degene die de lifecycle volgen. Hè. Dus dat betekent dat er automatisch een afbouw plaatsvindt van het beleggingsrisico richting de pensioendatum. Omdat naarmate je dichter bij de pensioendatum komt, je minder risico wil lopen van forse bewegingen van de beleggingen. Dan is er iemand die vanochtend een uitdraai heeft gemaakt van wat hij in de pensioenplanner zag aan bedragen. En als deze persoon dat opnieuw doet, als de pensioenplanner is aangepast, zijn de bedragen dan gelijkwaardig aan de uitdraai van vanmorgen? Kun je daar iets concreets over zeggen? Dat is een moeilijke vraag, want ik weet niet welke kapitalen inmiddels in de pensioenplanner zijn ingeladen. Kijk, als dat nog de 1 januari bedragen zijn, maar daar ga ik niet van uit. Ik denk dat het de 30 juni bedragen zijn. Ik weet niet hoe die zich verhouden tot de 1 januari bedragen. Maar het is dus afhankelijk welk kapitaal erin zit. Dus waar u wel van uit mag gaan. Stel dat u bijvoorbeeld nu een kapitaal ziet van 100.000 euro met een pensioen van 7.000 euro. Ja, dan mag je ervan uitgaan als het kapitaal op 1 oktober nog steeds 100.000 euro is, dat er ook iets in de buurt van de 7.000 euro uit gaat komen. Ietsje meer waarschijnlijk, omdat we die 5% verhoging dan nog gaan toepassen. Ja, als vervolgens op 1 oktober het kapitaal nog maar 90.000 euro is, ja, dan komt er een lager bedrag uit dan in dit voorbeeld de 7.000 euro. Maar wat geldt is dat de rekenregels in de pensioenplanner nu zijn niet exacte rekenregels zoals we hier omgaan met de omzetting, maar die zijn wel redelijk vergelijkbaar. En hierin zitten namelijk rendementen die niet afhankelijk zijn van de resterende duur tot de pensioendatum. Zoals in dit voorbeeld van deze persoon, 60 jaar, de 8 jaar rente. Als ik me niet vergis zit hier een rendement in tot 63-jarige leeftijd van 1% en daarna van 0%. Ja, dat wijkt daarvan af, maar dat zullen dus niet hele schokkende verschillen zijn, normaal gesproken. Dan nog eventjes terug naar het UPO van 2018. Eerder in je verhaal gaf je aan dat er op het UPO van 2018 geen nabestaande pensioen is. Maar er is iemand die aangeeft dat er op zijn UPO wel een nabestaande pensioen staat. Kun je dat verklaren? Nee, ik zou zeggen dat is dan een individuele vraag. Nou, laat ik het zo zeggen. Het kan best zijn dat er een nabestaande pensioen staat. Maar er staat een nabestaande pensioen voor mensen die niet alleenstaand zijn. Dan staat er een nabestaande pensioen. Als deze persoon alleenstaand is, of in ieder geval bij ons als alleenstaand bekend staat, dan zou het nabestaande pensioen wel nul moeten zijn. Dus ik zou eigenlijk graag nog even via de app of de Skype, hoe moet ik het noemen, de bevestiging zien dat deze persoon dan een partner heeft. Want dan klopt het.
Alleen mensen zonder een partner, die zagen geen nabestaande pensioen op het UPO 2018. Nou, dan kunnen we daar nog heel even op wachten als deze persoon daar even op reageert. Oh, die reactie krijgen we nu binnen. Ja, dus mag ik daar toch nog even iets over zeggen? He, dus we zagen, ik heb hier een relatief bijzonder voorbeeld genomen, namelijk iemand van de 1997 groep, omdat die aanvullende garantie relevant is, en iemand die alleenstaand is. Ja, ik kan wel vragen, steek u even de hand op wie er een partner heeft, maar dat zie ik niet. Dat had ik in een zaal wel kunnen doen. Maar mensen die wel een partner hebben en die dus op het UPO 2018 wel een nabestaande pensioen hebben staan, die zullen eigenlijk een relatief beperkt verschil zien tussen het UPO 2018 en het UPO 2019. Want dat is dan alleen dat verschil in rekenrente maal de resterende duur. Iets in die omvang. He, dus daar is het verschil kleiner dan voor mensen die geen partner hebben, omdat daar dan ook nog dat nabestaande pensioen doorheen speelt. Ik heb ondertussen van deze persoon begrepen dat hij inderdaad een partner heeft, dus dat klopt. Oké. Krijgt daar ook? Ja, dat verschil dat klopt. Het nabestaan, want die zie ik nu op mijn scherm opeens verschijnen. De waarde, zei ik eerder ook al, de waarde van het nabestaande pensioen is ruim 20% van het ouderdomspensioen. Dus met andere woorden, als iemand 10.000 euro ouderdomspensioen had en 7.000 euro nabestaande pensioen, als je dan het nabestaande pensioen op de pensioendatum gaat omzetten naar ouderdomspensioen, dan stijgt die 10.000 euro naar iets in de buurt van de 12.000 euro. Op basis overigens van de factoren die we nu hanteren. Volgens mij zijn we door de vragen die nu openstaan. Zijn er misschien personen die nog aanvullende vragen hebben? We hebben in ieder geval nog minimaal 5 minuten. Dus ja. Mochten er nog vragen zijn, nou, daar komt iemand. Even kijken, die moet ik even opzoeken. Momentje hoor. Of dat iedereen zijn individuele berekening in detail op papier krijgt, dus wel of geen toepassing van welke garanties op welke bedragen. Dat ja. Is een veronderstelling dat we die al wel beantwoord hadden, maar misschien dat je dan... Ja, dus die neem ik mee terug. Dat was in ieder geval in eerste instantie niet onze intentie. Maar ik neem die mee terug. Ik zal intern overleggen of we dat zinvol vinden. Heeft overigens niks met intransparantie of zo te maken, maar het zou wellicht tot vragen kunnen leiden. En de aanvullende garanties, die gelden dus voor maar relatief weinig mensen. Ik denk hooguit een man of 50 van de 1500. Dus we hebben in ieder geval tot nu toe de afweging gemaakt. 50 van de 1500 is een relatief kleine groep. Daar willen we het niet complexer maken dan nodig is. Maar ik neem dat mee terug. En per wanneer is dat terug te zien in mijn PPF of de planner? En wat bedoel je met dat? De aanpassing? De... Ja, dat durf ik dus niet te zeggen. Zoals ik net al zei, ik sluit niet uit dat er op 2 oktober opeens een pensioenkapitaal staat van 0. Ja, dan is er formeel ook geen pensioenkapitaal meer. Alleen de berekening die heeft nog niet plaatsgevonden. Want die is pas gereed ergens begin november. Dus... Ja, ik denk dat de verwerking de planner ergens rond medio november zal zijn. Dus hou dat gewoon goed in de gaten. Dus in die tussenperiode kan het best zo zijn dat het kapitaal wel weg is, maar dat het extra pensioen er nog niet staat. Maar dat is geen reden tot paniek, dat extra pensioen komt er echt te staan. En wordt er bij aanvullingen gekeken naar de beleggingsmix of naar de opmerking die mix? 2 maanden geleden naar Dimix gegaan. Niet of dat je... De berekening wordt op maandag was de situatie per 1 oktober 2019. Dus op basis van de mix die het dan is, daarbij hebben we een aantekening dat het niet zo kon zijn dat mensen nu opeens de hele gemeente opeens zijn aan de hele gaat. Omdat dan dat je
zal het wel weer bij ondergemaakt. En mocht iemand op deze video iets laten laten leren, want de woord is lager, dan loopt er sowieso iemand aan de kant van de kop nodig op te zetten en rekening en breekrekening die misgaat. Ja, dat is natuurlijk weer aangaan. Dat kan allemaal op misgaan, dus dat zal van mij niet uitluiden. Maar dit gaat aan om een groep die we kennen, 1500 mensen, die zitten gewoon in het testalland. En dat moet gemaakt worden, misgaan gaan. En mensen zouden wel gaan, dat is dat het over het pensioenisme zou gaan. Medium was of niet. Dus dat, ik hoop dat u dadelijk het formulier wel invult. Dan zag ik nog een vraag verschijnen, maar hij ging mij wat te snel. Dus ja. Ik weet niet of jij, Janneke, ik heb in ieder geval van iemand begrepen dat hij er wat meer begrip voor heeft gekregen voor de aanpassing. Waarvoor dank. De laatste vraag die binnenkwam is 1 euro aan ouderdomspensioen. Hoeveel kost dat als je eerder dan 68 jaar met pensioen gaat? Ja, hou grosso modo aan tussen de 5% en 6%. He, dus als je 10.000 euro pensioen hebt op leeftijd 68 en je vervroegt het naar leeftijd 63, dat is 5 jaar, dan moet je denken aan 25% tot 30% lager pensioen. Oftewel, die 10.000 euro in dit voorbeeld, die zal dan ergens uitkomen, grosso modo tussen de 7 en de 7.500 euro per jaar. Oké, dan stel ik voor dat we gaan afsluiten. Ik deel even de link in de conversatie via de chatfunctie waarmee u het evaluatieformulier kunt invullen. Wij horen graag uw mening. Ik zal de link ook nog eventjes sturen via de e-mail samen met de presentatie en de live opname. Dank voor uw deelname.